Hey Timo, welkom. Ja, dank je. En ik ga het met je hebben over het optimaliseren van je energie. Maar goed, wij kennen elkaar en ik weet dat jij daar een bepaalde visie op hebt, waarvan ik denk van, hey, dit is echt super interessant en dit sluit volgens mij ook wel aan bij, ook wel bij mijn, zeg maar, zich ontwikkelende visie. Ja. Maar misschien is het leuk als je eerst eventjes voor de luisteraars kijkt, als je jezelf even voorstelt. Zal ik doen? Nou ja, ik ben dus Timo. En ik ben een soort van vaksgek in de vitaliteit. Want dat is het enige wat ik doe. Daar ben ik helemaal verzot van. En toen ik 6,5 jaar geleden begon als fysiotherapeut, dacht ik van, nou, als dit het is, als ik dat nog 10 jaar doe, dan word ik echt niet gelukkig. Hè? Gewoon alleen maar pijnklachten in een bepaald protocolletje. Dat ik dacht van, oh jeetje, ik vind het wel leuk om te doen, maar hier ga ik niet gezond oud van worden. En toen ben ik ben een beetje gaan hobbyen. Een beetje wat met ademhaling, wat dingetjes over gelezen. En kwam erachter dat best veel mensen bijvoorbeeld slaapproblemen hebben. En ik ben iemand die altijd probeert dingen aan elkaar te koppelen. En uiteindelijk werd dat van een hobby best wel een heel serieus product. Ik ging mensen van hun darmklachten afhelpen. Mensen met best wel langdurige al slaapproblemen. Die bedankten mij van, hey man, top, dank je. Ik slaap een stuk beter. Toen dacht ik, oké, maar hier zit echt wel wat in. Toen ben ik dat heel serieus gaan nemen. In die tijd ook opleidingen, cursussen en zelfstudie natuurlijk gedaan. En toen ben ik gekomen tot het zesdomeinenmodel. Waarin naast aandacht voor trainen en voor voeding, wat een beetje de meest twee dominante pijlers zijn natuurlijk in Nederland. Ook heel erg dus kijken naar slaap, ademhaling, stress en het functioneren van het immuunsysteem. Dus om iemand niet meer te bekijken vanuit oké, je moet gewoon aan je voeding doen. Maar om iemand ook te bekijken van nee, laten we eerst gewoon eens heel breed naar iemand kijken. En als die meerdere problemen heeft op die domeinen, dan gaan we ze uiteindelijk allemaal aanpakken. En met als doel natuurlijk een optimale vitaliteit voor iemand. En dat is uitgerold in eigenlijk twee bedrijven. Physis Academy, daarin geef ik les aan personal trainers, fysiotherapeuten, crossfit trainers, diëtisten. En Vivip heb ik samen met mijn compagnon Sjoerd, waar we ons juist meer richten op de leek en de vitaliteit. Met hetzelfde model natuurlijk. Ah. Dus dat is wat ik doe. Ja. En hoe, want oké, even een soort casus van mezelf. Stel dat ik meer energie zou willen, gewoon puur lichamelijk. Hoe gaat dat in zijn werk als iemand bij jou komt? Of als ik bij jou zou komen? Dat begint met een vragenlijst. Een eerste, een, ja, die vullen mensen zeg maar in voordat ze al komen. Dus ik heb liefst alvast van tevoren wat informatie. En dus een vragenlijst met vragen dus over slaap, een rijtje, vragenlijst over stress. Nou, over elk domein staan een aantal vragen die ik belangrijk vind, waarvan ik kan kijken van, hey, heeft iemand waarschijnlijk daar al een probleem? Wat is het voorbeeld van zo'n vraag? Wat is iets wat belangrijk is voor jou, wat dan misschien niet zo heel erg gangbaar is? Nou ja, wat je vaak wel hoort als het bijvoorbeeld gaat over slaap, is hoe vaak word je wakker en hoeveel uur slaap je? Dat zijn een beetje de standaardvragen. Maar wordt iemand bijvoorbeeld wakker met een hoge ademhaling? Wordt iemand wakker met spanning aan zijn spieren? Soms hebben mensen heel erg het gevoel dat ze heel gespannen wakker worden. Nog vele specifiekere vragen. Wordt iemand bijvoorbeeld hees? Krijgt iemand keelklachten in tijden van stress? Dat zijn hele specifieke vraagjes, die als je, nou ja, de anatomie en fysiologie van het lichaam heel goed kent, dan kan je daar heel veel informatie uit halen. Dus er zitten een aantal hele standaardvragen in. Dus hoe vaak word je wakker? Hoe lang slaap je? Ervaar je stress? En daar zitten tussendoor eens om de 3 vragen of zo echt zitten hele diepgaande vragen. Waarvan de persoon zelf denkt, nou, ik heb geen idee waarom die vraag. Een beetje gek, maar daar kan ik dan weer wel weer goed mee uit de voeten. En dat gaat dus over in een intake van 1 uur. Altijd waarin die vragenlijst een soort van leidraad is. Maar ja, achter een vragenlijst zit natuurlijk een heel verhaal van iemand. Nou, en al met al kunnen we dan na dat uur eigenlijk altijd wel zeggen van, hey, dit is jouw dominante energievreet, om het maar eventjes zo te noemen. Maar heel vaak hebben mensen er 2, 3, 4. Dat ze op allerlei domeinen wel winst kunnen boeken met de hulpvraag. Want de hulpvraag is meestal toch wel, hey, ik wil meer energie. De hulpvraag is bijna nooit gevallen of niet de hoofdhulpvraag, zo zeggen.
Interessant. Dus daar zou, uit die vragenlijst zou dus... want je noemde die 6 termijnen in het begin. Ja. En ik vond wel... daar zat het immuunsysteem bij. En daar heb ik het volgens mij in de podcast ook al wel vaker over gehad. Dat boek wat ik had gelezen. Ik denk, hoe kan het eigenlijk dat... Want dat is echt super belangrijk, dat niet meer mainstream is, denk je? Of dat... Ja, dat is wel een... dat is ook een beetje de niche waar je steeds meer cursussen mee ziet gooien. Of steeds meer opleidingen. En terecht ook. Mag inderdaad, het immuunsysteem is eigenlijk een soort van de centrale regelneef van alles. Dus of je nou trainer bent en je wil iemand optimaal laten presteren. Of je bent diëtist en je wil iemand laten afvallen. Als je wat weet over het immuunsysteem, dan weet je van oké, dat is echt heel dominant naar alle aspecten van vitaliteit toe. En ik verbaas me ook wel eens waarom dat niet zo heel mainstream is. Want er is ook gewoon echt heel veel wetenschap over. Je kan echt wereld aan artikelen vinden op allerlei ziektebeelden en allerlei gave uitkomsten. Ik denk dat het nog een beetje te... Nee, dat is helemaal niet waar trouwens. Ik dacht dat het is een beetje te ingewikkeld, maar dat valt op zich wel mee. Dat is eigenlijk wel een goede waarom dat niet mainstream is. Het is niet onder de aandacht. Is het vooral. Dus het is gewoon zo, in standaardopleidingen komt het niet. Hè? Dus de standaard voeding en diëtiek, de standaard fitnessopleiding, komen dat soort dingen niet aan bod. En vanuit daar weten mensen dus niet heel goed wat het immuunsysteem is. Hè? Ze weten niet wat het is, waar het zit, hoe het functioneert. En dan is er ook niet echt de motivatie om dat op te gaan opzoeken als je zelf al niet weet van het bestaan, denk ik ook. Ja, en ik denk ook wel, ik zat... gisteren nog even naar een van de laatste afleveringen van Joe Rogan te luisteren. Met een, BioLane. Het was zo'n natural bodybuilder die ook mensen begeleidt met afvallen en zo. En hij is een beetje de grondlegger van het flexible dieting. En op een gegeven moment ging het er ook over van... Ja, weet je wel, mijn aanpak is eigenlijk zo niet commercieel en niet... vermarktbaar, want je kan niet zeggen... oh, het zijn je hormonen. Of, weet je wel, het is je voeding. Het is eiwit, je moet eiwit, weet je wel. Of je moet low fat, of whatever, of low carb. Want dat is natuurlijk helemaal... Dat is helemaal de hype. Het is van, eet gewoon gematigd... en gevarieerd en... doe wat voor jou werkt. En kijk breder dan gewoon naar één enkel ding. Want dat doe jij natuurlijk ook. Je hebt je 6 domeinen. Zo van, weet je. Het is een hele... overwogen aanpak of zo, uitgebalanceerde aanpak, waardoor het soort van niet sexy is. Ik weet niet wat het is. Dat het voor mensen gewoon makkelijker is om op één ding... Het kleine ontbrekende puzzelstukje van... dat is het. En als ik dat eenmaal heb, dan gaat de hemelpoort... dan gaat de hemel open en dan komt er zo'n lichtstraal naar beneden. En ik ben... Dat is heel grappig dat je dat noemt. Want dat zie je tijdens de cursus bij een aantal mensen... zie je dat altijd. Ik ben altijd zelf van, als je die 6 domeinen globaal goed hebt, dan is je vitaliteit echt prima. En er zitten altijd, maakt niet uit wat het is, personal trainer, die het is, fysiotherapeut, die zoeken dan naar, als het gaat over voeding, van, maar ik heb gehoord dat als je dan te veel rode paprika eet, weet je wel, zo van die hele kleine dingetjes, of als je dan net een beetje dit doet, of als je zus, en dan zoeken ze naar van die hele kleine gaatjes, en denk ik van, maar daar ga je niet uiteindelijk bij je perfecte vitaliteit komen. Hè? Dus op het moment dat iemand een slaapprobleem heeft en je gaat lopen wisselwassen over welke kleur groente, tenzij iemand echt een allergie heeft, ik ben ook altijd van, zorg eens dat je je ding in de grote lijn echt goed hebt. Hè? Dus dat je slaap gewoon op de rit is, dat je geen darmklachten hebt, gewoon in de algemene zin niet. En dan kan je daarna nog wel pietlutterig doen, over van alles en nog wat. Ja, dus dat is wel grappig dat je dat noemt inderdaad. Dat zie ik ook wel heel sterk zo. Ik snap het ook wel, want het maakt het ook wel lastig, weet je. Als er zoveel factoren meespelen en zo'n... dan is het ook zo'n gevoel van, dat je overweldigd bent. Van, jeetje, weet je wel. Het is te veel om allemaal tegelijkertijd in de gaten te houden of zo. Ja. Maar waar komt jouw eigen... fascinatie hiervoor vandaan? Want je zei van, weet je, vitaliteit is mijn lust en mijn leven. Hoe kom je daar? Ja, ik ben toch ook wel... ook wel een beetje iemand die het door zelfproblemen te hebben... toch ook wel daar eerst een beetje is gekomen.
Ik heb sowieso altijd los van fysieke klachten, heb ik gewoon altijd een hele, echt een fascinatie gehad voor hoe het lichaam werkt. En ik heb altijd een beetje een bord voor de kop gehad om het altijd net iets anders te doen dan iemand anders. Daar heb ik in alles eigenlijk wat ik doe, wil ik het altijd even net iets gekker of dat iemand zegt van, oh ja, zo had ik het nog niet bekeken. En daarbij kwam dus dat ik had zelf best wel darmklachten en ik heb toen ik jong was best wel heel veel eczeem gehad, waar je prima mee kan leven, maar het was in ieder geval wel op een punt dat het zo was dat ik 2 keer 1,5 week in het ziekenhuis heb gelegen omdat ik gewoon mezelf helemaal kapot krapte 's nachts en dat was echt niet heel erg grappig. Maar ja, dat was altijd een standaard benadering. Je gaat naar een dermatoloog, je krijgt wat zalfjes, wat smeer je erop en dan gaat het goed. Prima natuurlijk, want dat is ook echt wel een expertise, maar bij mij hielp dat niet. En ik heb daar tot mijn 18e, 20e heb ik daar wel serieus last van gehad. Toen werd het eczeem wat minder, want dan kreeg ik wat meer darmklachten. Toen dacht ik, ja, jemige, nou, dat is het ook niet allemaal. Maar je gaat gewoon door met je leven. Studententijd natuurlijk, lange leeft de lol, word je daarom ook niet heel veel beter van. En toen ben ik andere opleidingen gaan doen, vooral op het gebied van fysieke training. En op die opleiding gaven ze ook wat dingen over voeding. Dan hadden ze een keer een pdfje met wat soort van paleo-like caveman-achtig protocol. Toen dacht ik, nou ja, weet je wat, ik ga dat gewoon eens proberen. En toen merkte ik in één keer heel veel minder darmklachten en ook veel minder eczeem. En ook heel veel minder jeuk überhaupt, waar ik altijd nog best wel veel last van had. Toen dacht ik, ja, hey, hallo, maar als dat zo simpel is, dan wil ik daar wel meer van weten. En toen werkte ik al wel in de... In die hele periode van kind, zeg maar, is er nooit een arts geweest die de link legde tussen darmen en huid? Of voeding en dus voeding, darmen, huid? Ja, nee, daar is dus nooit iemand geweest. Laat het zo zeggen. Als ze er dan naar vroegen, dan kijken ze natuurlijk nog steeds wel heel erg naar de schijf van 5. Dat deden ze toen natuurlijk ook. Ja, wij aten wel volgens de schijf van 5. Ik dronk liters melk, ik was in de groei. Ik dronk of ik at een brood per dag. Want ik moest gewoon heel veel eten. Daar zat netjes kaas op en schouderham. En dat was toen gewoon, weet je, dat was gewoon zo. Je had gewoon gezond dan 2-3 stuks fruit. Ja, ik deed het allemaal. Als ik achteraf kijk met de kennis van nu, dan was ik gewoon mijn darm aan het bombarderen met allemaal ongein natuurlijk. Maar daar werd dus half naar gevraagd. Maar als je dan al 3 dingen had genoemd, brood, melk en fruit, dan zei ze, oh man, top. Het ziet er goed uit, weet je, daar kunnen we niks aan doen. Zonder er, misschien aan te nemen van misschien kan je wel tegen bepaalde producten niet of zo. Hele basisallergietest gedaan. Ja, daar kwam ook niet heel veel uit. Dus inderdaad, in die tijd niet. En het andere belangrijke facet was natuurlijk de impact van stress ook. Op darm, maar ook zeker wel eczeem. Dat had wel een hele directe relatie. Ja, als ik dat op 12-jarige leeftijd aangeleerd had gekregen, had dat wel een hoop narigheid bespaard. Maar nee, daar was helemaal geen aandacht voor eigenlijk. Nee. Kan je die relatie tussen voeding voeding, darmen / immuunsysteem en eczeem, kan je dat eens uitleggen hoe dat werkt? Ja, hoe je van darmklachten eczeem kan krijgen, bedoel je? En ja, want ik denk volgens mij is het nog steeds niet echt heel erg wijdverspreid dat er een link is tussen je darmen en eczeem bijvoorbeeld, hè? Je huid of huidklachten. Kan je dat uitleggen? Klopt. Ja, dat kan ik heel goed. dat vind ik dat soort dingen. Ja. Is zo bescheiden. Ja, dan word ik direct vrolijk van dat soort dingen. Ik heb wel even 1 of 2 vragen nodig en dan ben ik helemaal vrij. Wat het meest belangrijke is in dat verhaal, is dat je hebt 3 organen in je lichaam die te maken hebben met het uitscheiden van stoffen. En dus die ervoor zorgen dat dingen die overdag binnenkomen, die moeten er ergens weer, of de dingen die binnenkomen die schadelijk zijn, die moeten er ergens weer een keer uit. Ja. En de 3 meest dominante organen die dat primair gezien doen, dat zijn je darmen, je lever en je nieren. En je nieren doen dat via de blaas. Met je darmen heeft dat natuurlijk met je uitscheiding te maken. En dat systeem dat werkt natuurlijk continu, dat gaat automatisch, hoef je helemaal niet bij na te denken. Maar je moet het functioneel zo zien dat systeem, dat primaire systeem, heeft een bepaalde capaciteit. Ergens loopt het zeg maar op. En op een gegeven moment dan zeggen ze, hey, wij kunnen 100 dingen eruit halen. Ja, op het moment dat het 120 wordt, we kunnen niet nog harder draaien dan die 100.
Ja. Dus die 20, die wordt gecompenseerd eigenlijk door een functioneel systeem. En daar, dat noemen ze je secundaire uitscheidingsmechanisme, die dus pas wat gaan doen als primair vol zit. Dus darmen, lever en nieren draaien gewoon lekker op een volle capaciteit. Die zeggen, nou hé, luister, wij draaien 100. Het is inmiddels al 120. We moeten 20 elders kwijt. Even en dus, ik onderbreek je even, want ja. Wat verwerken ze, en dan je hoeft niet super op de molecuul, zeg maar je zei je uitscheidingssysteem, hoe werkt het dan? Ja. Wat voor dingen komen er dan binnen en wat voor dingen moeten er dan uitgaan? Nou, je krijgt natuurlijk overdag voedingsstoffen binnen. Die moet je binnenhouden, daar zitten nuttige dingen in. Maar je krijgt ook bijvoorbeeld exotoxines binnen. Dus dat zijn schadelijke stoffen van buiten. Eigenlijk is dat alles waar het lichaam niks mee kan. Okay. Je krijgt exotoxines binnen, dingen die je inademt door de lucht bijvoorbeeld, waar je niks mee kan. Maar van binnenuit, als een hormoon bijvoorbeeld wordt afgebroken, want je hebt hormonen nodig, nou, om dat te gebruiken moet afgebroken worden, dan noemen ze dat een endotoxine, dus een schadelijke stof van binnen. Dus iets ontpopt zich van binnenuit. Op het moment dat lichaam dat niet kan recyclen, dan is dat dus ook een lichaamsvreemde stof. En dat mag daar niet blijven. Okay. En dat breekt het lichaam af in stukjes en dan gaat het of via de nier, via de blaas uit of via de darm. Oké, okay, helder. En dat is wat de hele dag gebeurt. Even kijken, ja, dus die primaire die komt dan aan zijn tax. Dus ja. Je darm, lever, nieren die zeggen, nou jongens, volle capaciteit, we hebben over. En dan zijn er dus drie uitscheidingsmechanismes, of organen eigenlijk, die ook schadelijke dingen van binnen weer naar buiten kunnen brengen. Dat zijn je longen. Je kan meer uitademen. Mensen die wat zwaarder metabool belast zijn bijvoorbeeld, die een hele ongezonde levensstijl hebben, die gaan ook veel meer rotzooi uitademen om dat te compenseren. Maar je slijmvliezen, bij je oor, oog en neus zijn dat ook. Dus als mensen dan regelmatig snotterig zijn, oogontsteking, keelontsteking, oorontsteking hebben, als dat mensen dat continu terugkerend hebben, dan zegt dat eigenlijk, hey, je darmen, lever en je nier, die draaien over. En op het moment dat je continu snotterigheid hebt, dan zegt je lichaam gewoon, hey, we moeten het er via daar lozen. En dus de laatste, dat is bij mij de belangrijkste, je huid kan ook uitscheiden. En op het moment dat je dus bijvoorbeeld je darm zwaar belast met eten, waar je darm niet op zit te wachten en die darm die denkt, wow, ik word echt wel flink belast, dan ga je van 100 al redelijk snel, of je gaat redelijk snel naar die 100, hè, want je lichaam kan echt heel lang compenseren. Het is niet dat als je een beetje slecht eet, dat je dan direct een probleem hebt. Het gaat echt om mensen die jarenlang in een bepaald patroon zitten. Dan stijgt die capaciteit en ergens moet je lichaam dat gaan lozen. En in de loop der jaren wordt het serieus genoeg dat je daar klachten van krijgt. Want dat is ook weer niet als het systeem vol zit dat je direct de volgende week de hele week snotterig bent of dat het eczeem overal zit. Dat zijn allemaal dingen die, ja, dat loopt weken, maanden, jaren. En als je daar dus, nou ja, factoren aan toevoegt, voeding, stress heeft een negatieve impact op de doorlaatbaarheid van de darm bijvoorbeeld. Ja, dan strek je dat lichaam eigenlijk alweer sneller naar zijn capaciteit. S'nachts gebeuren er heel veel dingen om die capaciteit weer omlaag te brengen. Slaap je slecht, weet je, dan ga je weer nog sneller hoog. En daarom hebben al die domeinen impact, ja, bijna op elk systeem waar je het over hebt. Ja. Dus als je dan eczeem, kan dan een uiting zijn van een systeem wat zijn afvalstoffen niet goed kwijt kan? Dus ja, op die manier kan je dat zo... zo eenvoudig inderdaad, kan je dat het beste stellen. En dat is wel natuurlijk hoe het functioneel gezien werkt. Want je hebt altijd, maken ze onderscheid, vind ik altijd heel fijn, onderscheid tussen een structureel probleem en een functioneel probleem. En met een structureel probleem ga je naar de dokter, ga je naar de specialist. Denk aan reuma, Parkinson, echt problemen die je in bloedwaardes kan zien of die je in het brein kan zien. Daar kan je niet zo heel veel meer mee, want dat is een structureel ding. En een functioneel probleem is dus bijvoorbeeld zoiets. Hè? Je bent bijvoorbeeld regelmatig snotterig. Ja, dat is niet een pathologie, dat is niet een ziekte. En met dat soort dingen, de meeste mensen hebben last van functionele dingetjes, dan kan je dus heel makkelijk met aanpassingen die systemen optimaliseren en verbetering krijgen. Wat natuurlijk wel zo is, dat heb ik bij mezelf al wel ervaren, maar dat zie ik in de praktijk ook heel veel.
dat heel veel mensen een stempeltje krijgen van dat is iets structureels. Ik kreeg ook eczeem en dat is gewoon een aandoening en dat zal je altijd houden. Yeah. Ik merk wel dat ik een soort van zwakte hou in mijn lichaam om weer sneller eczeem te krijgen. Maar op het moment dat ik al die 6 domeinen heel goed op de rit heb, dan heb ik er eigenlijk geen last van. Yeah. Hè, maar begint er, is er weer een uitdaging, ik krijg ergens heel veel stress van, of ik heb een tijdje slechter gegeten, dan merk ik wel dat ik wat sneller weer jeukerig word. Yeah. En dan is dat voor mij een signaal van, oké, Timo, je moet weer eventjes gaan opletten, bijvoorbeeld. En dat zie je ook wel met bijvoorbeeld reuma. Genoeg mensen met reuma die dan hele stijve vingers hebben. Hè, dat al die afvalstoffen die kunnen zich daar dan op een bepaalde manier ook opslaan. Ja, die slapen dan heel slecht en die eten heel slecht en die gaan dat optimaliseren. En die zeggen, oh, ik voel me echt veel soepeler. Altijd eigenlijk. Ja, dan moet je afvragen, 1, heb je dan de juiste diagnose? Of kan je dus ook een structureel probleem best nog wel heel positief beïnvloeden door gewoon de basisdingen goed te doen? En dat is wat je in de praktijk, of wat ik in de praktijk heel veel zie. En je zei net, ik vind het echt super fascinerend. En ondanks dat ik jou al regelmatig gesproken heb, heb ik het hier nog nooit over gehad. Nee, klopt. Klopt. Ja. Dus dat, ja, ook echt heel interessant. En ik heb bijvoorbeeld zelf IBS, ik weet het, prikbare darm. Ja. Gehad als kind, toen ik 15 was. Of in ieder geval toen ik 15 was, werd dat gediagnosticeerd. Het is, weet je, ja, dat is met jou, met die stempel eczeem. Van jou, ja. De huisarts zegt, ja, je kan er gewoon honden mee worden. Maar ja, het is gewoon een ongemak. Ja. En succes ermee. En eet veel vezels, eet veel brood. Ja. En let op stress. Maar zou jij hetzelfde adviseren als iemand bij jou komt met prikkelbare darm? Nee, als iemand bij mij binnenkomt met een prikkelbare darmsyndroom, afhankelijk van wat voor soort persoon het is. Maar ik begin altijd al redelijk snel met, hey, luister, de stempel prikkelbare darmsyndroom. Dat is ook medisch gewoon zo. Hè? Op het moment dat ergens syndroom achter staat, dan is het een aaneenschakeling van symptomen, hè, waar mensen last van hebben, die ze nog niet helemaal kunnen verklaren vanuit bloedonderzoek of vanuit wat ze op een MRI zien of wat dan ook. En dat hoopje van symptomen, als je daar maar een aantal van hebt, dus bijvoorbeeld 7 van de 10 heb je, dan zeggen ze, oké, je hebt dus het prikkelbare darmsyndroom. Maar uit een test komt net niet iets. Mm. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de ziekte van Crohn, is dan eigenlijk de grote broer van prikkelbare darmsyndroom. Daar vind je in bloedwaardes echt een bepaald patroon. Hè? Daar vind je iets en dan kunnen ze bevestigen, oké, je hebt het. En we hebben het zo genoemd, want de persoon die het ooit heeft uitgevonden, die had die naam. Ja? Maar bij prikkelbare darmsyndroom is dat niet zo. En zo zijn er heel veel syndromen, waar soms zelfs mensen echt naar gaan leven, die dus gewoon een hoopje symptomen zijn waar je echt wel last van kan hebben. Hè? Dat is natuurlijk niet te onderschatten. Maar wat niet echt iets wat op zichzelf bestaat. En dat is natuurlijk wel 1, ik vind dat heel interessant. Maar voor de persoon die dat heeft, die ervan overtuigd is dat hij dat heeft. Hè? Ik heb echt mensen die zeggen, ja, ik heb al 15 jaar prikkelbare darmsyndroom. Dan denk ik, ja, jeetje, iemand heeft daar gewoon echt mee geleefd. En ja, die hebben ze dus nooit verteld van, hey, ja, we weten niet precies wat dat is, maar het is in ieder geval een lijstje van ditte. En dan zeg ik ook, het mooie daarvan is, want ik ben echt wel een eigenlijk in elk ziektebeeld wat iemand heeft, ben ik altijd een optimist. Ik zei, het mooie daarvan is dat bijna iedereen met een beetje prikkelbare darmsyndroom die de vragenlijst invult en waar we een intake mee doen, die heeft gewoon zoveel verbeterpunten. En niet alleen op voeding, maar vaak ook wel ergens op slaap of op stress. Dus als je daaraan werkt, heb je gewoon een hele grote kans dat je daar geen last van hebt. En prikkelbare darmsyndroom is echt een van de dingen bij uitstek waar je een soort van wow-effect mee kan creëren. Door bijvoorbeeld te intermittent fasten. Ja, als die darmen daar rust krijgen, ontstekingsgevoeligheid neemt af. Dan zeggen heel veel mensen al binnen 4-5 weken, nou, als het zo blijft, dan was ik waarschijnlijk met deze klachten niet eens naar de arts gegaan. En dan is het eigenlijk wel prima. En dan moeten mensen gewoon leren wat ze moeten eten en wat de darm dus niet zo ontstekingsgevoelig maakt. En wat het niet zo prikkelbaar dus maakt. Want een prikkelbare darm, ook je zegt dat een darm is die gevoelig is voor ontstekingen? Is het dat? Of? Nou ja, die darm die wordt volgens mij gewoon, of in mijn mening gewoon, gevoelig gemaakt voor ontsteking. Dus als je in Nederland kijkt wat er het meeste gegeten wordt, het meest dominante, dan zijn dat toch de koolhydraten.
Heel veel andere dingen uit pakjes, zakjes, gewoon even lekker algemeen gezien. En uiteindelijk zitten in die producten toch, hoe je het ook bent of keert, heel veel stofjes, heel veel dingen die bepaalde aanpassingen op die darmwand creëren in een bepaalde tijd. Waardoor zo'n darm op een gegeven moment zegt, ja luister, je kan me blijven porren, maar nu ben ik wel een keer klaar. En dan gaat die darm reageren. Yeah. En dat is allemaal gewoon een soort van functionele uiting. Hè? We hebben het nog steeds niet over iets structureels. Maar gewoon, je hebt jarenlang zo gegeten en nu zegt die darm een keer, nou bijt ik wel een keer terug. Dan krijg je er last van. En dan gaat die gewoon chemisch ook gewoon bepaalde reacties tonen. Ja. Oké, wat is de grootste boosdoener vaak? Of kan je dat zo, want ik ken een klein beetje de materie, maar kan je dat zo zeggen, ja, dat er één bekende boosdoener is? Of is dat heel erg persoonsafhankelijk? Ik haal er altijd twee hele algemene dingen uit. Dat is een cluster van vier dingen, brood, rijst, pasta, aardappelen. Ik ben heus niet zo van, dan moet je helemaal niet meer eten. En als je dat eet, dan ga je dood. En zo strikt ben ik niet. Maar je ziet gewoon bij heel veel mensen met darmklachten, dat ook al mijden ze dat is voor een periode van 4 weken. Dan klaart er al zoveel op. Terwijl ze er jarenlang mee lopen. Dat ik denk, nou, hè, dat is een mooi voorbeeld van hoe het werkt. Dat is eigenlijk bij iedereen zo. Dus dat is wel een universele wet. Dat je dat soort producten gewoon echt of niet moet eten. Of met mate. Ja, je zegt brood, pasta, rijst, aardappelen. Ja. En ik kom natuurlijk uit de paleo hoek. Ja. En ik dacht, oh, maar weet je wel, brood, pasta, rijst. Ja, pasta snap ik, want dat is natuurlijk tarwe. Het gaat dus niet zozeer om gluten. Want rijst zit er geen gluten in, aardappelen ook niet. Nee. Pasta dan weer wel. Wat is dan de? Gaat het om de koolhydraten dan? Ja, het gaat dan om voornamelijk het koolhydraat, inderdaad. Oké. En dat is inderdaad, het is inderdaad nooit alleen maar strikt inderdaad het tarwe of het gluten of het wat dan ook. En er zijn orthomoleculair therapeuten die dit volgens mij nog veel beter kunnen uitleggen dan ik. Maar al die producten die hebben 1 of 2 stofjes met onmogelijke namen die ja, bepaalde aanpassingen in zo'n darmband bewerkstelligen. Die bepaalde reacties uitlokken. En inderdaad rijst, nou, dat merk ik zelf ook hoor. Ik merk dat ik van al die 4 producten, ik kan zelf bijvoorbeeld het beste tegen rijst. Mm. Ik heb ook wel mensen gehad die zeggen, nou, ik kan het beste juist tegen brood. Wat ik me helemaal niet kan voorstellen. Dus daar zit ook nog wel sterk een verschil per individu in. Maar voor mij is dan dus, om die reden is mijn basisadvies dan, hey, weet je wat, als je die gewoon eerst maar eens mijt, dan kan je in ieder geval voor jezelf zeggen wat het voor je doet. Yeah. Dus er zijn verschillende redenen los van dat het inderdaad een heel sterk koolhydraathoudend product is. Zijn er dus per groep nog wel weer andere redenen om ze wel of niet te nemen. Okay. Ja. En de meest onderschatte factor nu nog, wat je tegenwoordig wel heel sterk ziet opkomen, is dus maaltijdfrequentie. Dus hoe vaak je eet bepaalt ook heel erg de ontstekingsgevoeligheid in je darm. En niet alleen in je darm, maar overal in het lichaam. Ja, want je zei net, er zijn twee belangrijke. Eén is die cluster van die brood, aardappelen, pasta, rijst. En is de tweede dan maaltijdfrequentie? Ja, maaltijdfrequentie, okay. Ja, precies. Ja. Dat zijn de 2 grootste dingen. En natuurlijk, in voedingsadvies zitten nog wel meer dingen. Maar in de algemene zin, dat cluster van aardappelen, brood, rijst, pasta en maaltijdfrequentie. Ja, dan heb je voor heel veel mensen, ook al met prikkelbaar darmsyndroom, heb je gewoon echt al de oplossing vaak. En dan kunnen ze best nog wel heel veel andere gekke dingen, nou ja, niet optimaal doen in hun voeding en toch al geen last meer hebben van die darm. Ja. En maaltijdfrequentie, bedoel je dan hoe vaak je eet? En dan moet je dus meer of minder vaak eten? Minder. Ja. Ik ben heel duidelijk voorstander van minder vaak eten. Om heel veel verschillende redenen, echt heel veel. daar kan je denk ik, ik denk dat je daar een dag mee kan vullen waarom je minder vaak zou moeten eten. Afgelopen weekend had ik veel treinreistripjes weer en ik werk graag in de trein, want ik kan toch niks anders doen. En ik kwam al echt weer tientallen nieuwe artikelen tegen. Dat ging allemaal over maaltijdsfrequentie. Dat ik dacht, jongens, waarom doen we dat zo gek in Nederland? Waar gebruikelijk het advies is, ga juist maar richting 5-6 keer per dag. Om allerlei redenen,
om je darm in de ochtend met je ontbijt aan te zetten. Van houd je metabolisme draaiende gedurende de dag door elke keer wat naar binnen te gooien. Wat voor de leek heel aannemelijk klinkt, hè, voor diëtisten vaak ook wel. Ja, je moet zorgens eten, want dan gooi je die oven alvast aan. En je moet op regelmatige frequentie moet je iets in die oven gooien. Dan blijft die lekker branden. Maar dat is dus niet zo. Als je het toch hebt over bepaalde metaforen die een raar beeld creëren van het lichaam. Hè, dan zou je in je buik een soort van overtje hebben die je in de ochtend zo moet aandrukken. Dat is echt een heel gek idee als je ook weet... Ik heb er dan veel gestudeerd natuurlijk, maar als je weet hoe je darm werkt, dan is het echt een hele gekke metafoor om te schetsen. Maar het stimuleert wel heel veel Nederlanders naar een bepaald gedrag natuurlijk. En wat ik daar het meest interessante van vind, is dat eigenlijk elke volwassene vroeger intuïtief bijna wel het juiste besluit nam. Dus ik heb heel veel volwassenen met darmklachten, die dat al van kinds af aan eigenlijk al hadden, die vonden het als kind eigenlijk verschrikkelijk om te ontbijten. Die hadden dat liever niet, dan voelden ze zich het lekkerst. Nou, dat zegt natuurlijk al iets. Die darm die wil gewoon langer nuchter zijn, dus vrij van voeding. Maar die ouders, goed bedoeld en wel natuurlijk, hè, dat zeker. Die hebben altijd gezegd, ja, maar luister, ontbijt is het belangrijkste moment van de dag. Juist als je darmklachten hebt, dan moet je die darmen aanzetten. Dus je moet ontbijten. En die hebben dat ook meegekregen als een van de belangrijkste lessen. En die zijn dat dus ook gewoon stug blijven doen, de meeste in ieder geval. Yes. En op het moment dat ik of een cursist of wie dan ook ze vertelt van, hey, luister, je hebt darmklachten. Laten we je maaltijdfrequenties omlaag houden en we gaan dus een paar keer juist ontbijt overslaan. Dan staan ze bijna te springen op de stoel. Maar dan, ja, ze hebben dat gedrag natuurlijk 20 jaar lang... 30, 40 jaar lang aangeleerd. En dan zegt in ieder geval één iemand die zegt een keer... Hey, weet je dat het eigenlijk heel gezond is om je ontbijt te overslaan. Nou, dat is echt wel een mega inzicht voor heel veel mensen. Van, hey, vroeger als kind wou ik het al niet. En mijn lichaam zei al eigenlijk van, ik zit er helemaal niet op te wachten. En dan blijkt daar toch ook in één keer best wel onderbouwing voor te zijn. Dat is natuurlijk wel... dat vind ik heel grappig om dat in de praktijk te zien. En hoe werkt dat dan? Dus... Hoe doe je dat dan als je zegt van oké, ik wil minder vaak. Waarom zou je dat doen? Ja, je zei het, ik kan er een dag mee vullen, maar misschien de belangrijkste redenen om het te Het belangrijkste, want het gaat nou, ook wel een beetje, maar het gaat niet zozeer per se om het ontbijt. Dus het is niet dat het tijd puur om 7 uur 's ochtends eten, dat heel slecht is. Maar het gaat ook een stukje om een praktische indeling. Dus wat je hebt in de darm, je darm begint te reageren op het moment dat je eten binnenkrijgt. Hè? Of dat je het ruikt, of dat je het ziet zelfs soms ook al. Hè? Dus als je in de supermarkt langs al een broodjes loopt, dan begint je, dan word je al wat meer speeksel aanmaken, krijg je in je mond, dat soort zaken. Die weten al van, oh, dat kon wel eens naar binnen komen, dus we moeten ons voorbereiden. En op het moment dat we dan daadwerkelijk wat eten, dan hebben we dus dat immuunsysteem, wat er ook voor zorgt dat we vrij moeten blijven van bijvoorbeeld ziektes en potentiële dreigingen. Als die binnenkomen, die moeten we uitschakelen. Dus dat wacht niet totdat al die stoffen maar goed en wel ergens in de darm zijn. Die beginnen zodra dat wat binnenkomt, beginnen die dat te scannen. Van, hey, zitten hier lichaamsvreemde dingen in? Dus die gaan een soort van anticiperen. Dus elke keer dat we wat eten, dan begint dat immuunsysteem te werken. En dat is heel goed dat het dat doet. Dat moet ook. Dat moet niet uitgeschakeld raken. Maar je kan je voorstellen als je dat 5, 6, soms wel 7 keer per dag hebt. Met een goed ontbijt, met fruit. En dan kom je op werk en heeft je een gebakje. Middageten, koekje bij de koffie. Weet je, continu moet dat immuunsysteem activeren. En dat principe noemen ze je PPIR. Dat is een Engelse afkorting. En die term staat voor je post-prandial inflammatory response. In het Nederlands is dat gewoon je ontstekingsreactie die optreedt na het eten. Ja. En een ontstekingsreactie klinkt slecht, maar dat is echt een van de belangrijkste ontstekingsreacties die ons lichaam hebben. Dat is normaal, iedereen heeft dat. Als je dat niet hebt, dan ga je denk ik redelijk snel dood ook. Ik denk niet dat je dat lang overleeft. Maar dat geeft dus aan van, hey, na een maaltijd heb je een bepaalde ontstekingsreactie in je darmen, puur van het verwerken van het eten en van het activeren van het immuunsysteem. En die PPIR, die duurt ongeveer 16 uur na een goede maaltijd. Dus dat is echt een hele lange tijd. Die darmen die zijn al lang mee bezig. En als je dan dus kijkt naar ons huidige voedingspatroon, 5, 6 keer per dag eten,
dan ben je dus nooit in je 24/7 cyclus, je bent nooit helemaal vrij van dat kleine beetje ontsteking. Yeah. En we hebben het niet over ontsteking dat je spontaan rood wordt en warm wordt en dat soort dingen. Want dat kan je lichaam heus wel goed binnenhouden. Maar je bent daar nooit helemaal vrij van. En je ziet dat in de praktijk eigenlijk direct. Dat op het moment dat mensen 1 of 2 weken lang... stel je geeft een heel basisadvies wat bij intermittent fasten dus veel wordt gedaan. Eet 3 keer per dag. Dus alleen maar ochtend, middag en avond. Dan heb je in ieder geval tussen je maaltijd al veel meer rust. En 3 of 4 keer per week ga je je ontbijt overslaan. En wat je dan dus creëert, als je vanaf 6 uur 's avonds, 7 uur 's avonds niet meer eet, dus laat je ontbijt over, dan ben je in ieder geval een paar keer per week langer dan 16 uur nuchter. En je ziet daar echt heel veel gebeuren. Puur in de praktijk aan de persoon zelf, die merkt al veel meer rust in de darmen. In de eerste week misschien af en toe een beetje dizzy, hoor, omdat je een tijd lang zonder eten bent, moet je lichaam moet daar weer even een beetje aan wennen. Maar op het moment dat er eenmaal is, zeggen mensen, oh, ik voel me eigenlijk wel scherper als ik niet ontbijt. En als ik hoe langer ik nuchter ben, hoe gefocuster ik ben en hoe lekkerder ik me voel. Mensen krijgen veel meer energie. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Van binnen, onderzoek laat dat ook zien. Dat hoe langer mensen vasten, hormonaal gezien, gebeurt er van alles. Op ontstekingsgevoel niveau gebeurt er van alles. Allemaal in positieve zin. En daardoor ben ik er zeker van overtuigd dat we juist gemaakt zijn om minder vaak te eten in plaats van juist meer kleine beetjes. Ja, dus dat hele de dag door dat grazen wat we eigenlijk doen. Hè, wat je zei, een koekje bij de koffie hier en een hapje daar. En dan loop je ergens voorbij een schaal en dan pak je wat. Eigenlijk de hele dag door die kleine beetjes. Dat is dus eigenlijk, als je het vanuit de darmen bekijkt, het slechtste wat je kan doen. Ja, als je een beetje fan bent van je eigen darmen, ja. dan wil je dat niet. Nee, dan wil je inderdaad, als je darmen het echt mochten bepalen, en ze zouden niet afgeleid raken door alles wat we aan overvloed aan voedsel in onze maatschappij hebben, dan zouden ze zeggen, hey, weet je wat, eet maar lekker af en toe eens 2 keer op een dag. Misschien zelfs wel gewoon een keer helemaal 24 uur lekker niks en dan de dag daarna veel meer. Minder vaak grote porties. Okay. Ja, dat zou je daar, het klinkt heel tegenstrijdig, want je zegt dus het moment dat je langer dan 16 uur nuchter bent, dat mensen merken dat ze meer energie krijgen als ze bijvoorbeeld intermittent fasting gaan doen, dus dat ontbijt overslaan. Dat is best wel raar, want dat klinkt heel tegenstrijdig, want je zou verwachten dat je heel zwak, ziek, misselijk wordt. Moet toch eten, want in eten zit energie. Ja, en het meeste, wat ik mijn klant ook altijd uitleg, want dat krijg je natuurlijk heel vaak terug, dat mensen zeggen, ja luister, ik moet er energie in stoppen om energie te voelen. Ja. En dat klopt ook. Hè. Je kan dit niet, je kan een week lang nuchter blijven, denk ik wel fysiek, maar daar ga je uiteindelijk niet beter van voelen. Dus het gaat ook wel inderdaad om het stukje van wanneer ga je wel eten, wanneer ga je niet eten. Maar het is heel interessant, want we zijn gewoon, het menselijk lichaam, zeg maar, in onze maatschappij is gewoon totaal het vermogen kwijt om energie weer uit zijn eigen lichaam te halen. En het mooiste voorbeeld is de bloedsuikerspiegel. Dus op het moment dat heel veel mensen een uurtje, anderhalf uur niks eten, dan worden ze vaak al een beetje narrig en een beetje minder gefocust. Een beetje hangry, hè, zoals ze dat in veel blogs en dat soort dingen tegenkomen. Heel veel mensen kunnen daar heel goed, zich heel goed in vinden. En het is ook heel logisch, want op het moment dat we een hele hoge maaltijdfrequentie hebben, dan kunnen we op dat moment alleen maar koolhydraten gebruiken als brandstof. Ja, dat is de optimale vorm. Want het is toch altijd aanwezig. En op het moment dat je een beetje hangry bent, dan vraag je om energie en dan pak je naar je liga, je appel, je ding, je salade. Maakt het niet uit wat het is. En dan wordt het lichaam weer voorzien. En op het moment dat we dat jarenlang doen, dan is het lichaam dus ook totaal afhankelijk van onze bloedsuikerspiegel. Dus de glucose, de koolhydraten die we binnenstoppen, dat is wat we gebruiken. Terwijl we hebben in de lever nog een aanzienlijke voorraad liggen van glucose. Mm-hmm. Die bij heel veel mensen niet aan bod komt. Hè. Heel veel mensen trainen niet het systeem om daar hun energie weg te halen. Omdat we er gewoon, we vragen er niet naar. Hè. Je moet echt even een tijd schaarste creëren, dus niet eten. Zodat je lichaam moet denken, hey shit, we krijgen hier geen energie binnen. Hebben we nog een backup? Hè. En de eerste backup is dan de glucosevoorraad in de lever. Mensen trainen dat niet, omdat we continu toch wel wat eten. En
Glucose kan je binnenkrijgen direct door eten en gebruiken. Als mensen dat systeem gebruiken, worden ze dus hangry. Nou, dat is denk ik 90% van de Nederlanders zijn dat zeker. Zou je dan als experiment een half uur lang gewoon zeggen, hey, weet je wat, ik ben eens eigenwijs, ik ga niet eten. Dan gaan mensen ook wel merken dat ze, zonder dat ze gegeten hebben, van hangry, dus toch weer meer scherpte gaan. Waarom? Je lichaam laat zich niet zomaar kennen. Het lichaam zegt, oké, je hebt dus even geen eten. Zou een beetje gek zijn als het lichaam er dan mee ophoudt. Dus we hebben in de lever ook nog glucose voor in ieder geval 10 tot 12 uur. Ja, ligt daar nog genoeg opgeslagen. En dat is dan zeg maar een soort van backup 1, waar je gewoon prima op kan draaien. We hebben het nog steeds over gewoon glucose. En de laatste bron die ook nog natuurlijk is om aan te spreken, zijn natuurlijk vetten. En dus op het moment dat glucosesysteem op is, dan zegt het lichaam, oké, we kunnen er nog steeds niet zomaar mee stoppen. Volgende backup, wat in ieder geval nog gewoon normaal is om te doen, is vet verbranden. En daar kan het lichaam nog steeds heel lang op draaien. Nou, mocht je daar voorbij zijn, dan ga je nog je eiwitten opbranden. Maar dat zijn mensen die echt chronisch ziek zijn, hè, die echt, dan ben je echt bedlederig, heb je lang niet gegeten. En dan beginnen mensen raar te ruiken. Dat is natuurlijk niet meer wat je om de vitaliteit schaadt. Maar zo heb je eigenlijk drie manieren om zuurstof. Dat zou een mooie bak zijn. Om energie uit je lichaam te halen. Optie 1 is eigenlijk om het erin te stoppen. Optie 2 is glucose vrijmaken uit je lever. Daar kan je ongeveer 10 tot 12 uur doen. En dan heb je nog vet waar je op kan teren. Dus je kan heel lang dat doen. Maar mensen hebben daar gewoon geen getraindheid meer in. Dus mensen kunnen niet meer goed switchen tussen die drie systemen, waardoor ze direct een bloedsuikerspiegel merken. En we zijn nu toch in de maatschappij zo van, je kan overal eten, dus dan gaan we eten. Ja. Terwijl op het moment dat je dat systeem traint door vaker nuchter te zijn, dan creëer je eigenlijk een soort van flexibiliteit in dat systeem. Dus op het moment dat je wel eet, gebruik je het daar. Op het moment dat je een tijd niet eet, gebruik je systeem 2 of 3. En die flexibiliteit zorgt ervoor dat je niet meer hangry bent, want je switcht veel makkelijker van het een naar het andere systeem. Je kan dus veel langer zonder voeding. Daarmee kom je je darmen tegemoet. Nou, met als resultaat meer energie. En dan heb je het cirkeltje al redelijk rond, zeg maar, hoe dat werkt. Ja, ik hoorde gisteren echt super interessant dat bijvoorbeeld in het leger, dat ze daar ook heel bewust ook trainen met intermittent fasting. Omdat je als soldaat, als je echt zeg maar in een oorlogssituatie bent, of wat voor situatie dan ook, het zou niet goed zijn als onze jongens om zouden vallen als ze 2 uur niet gegeten hebben. Nee. Dat je heel erg moet focussen dat die bloedsuikerspiegel zo. Dat zou niet werken. Nee. Ja, make sense. Je ziet dat inderdaad in het leger en zo gelukkig zie je dat wel terug. En je zou dat op veel meer plekken natuurlijk kunnen inzetten. Alleen we hoeven het niet op veel plekken in te zetten, want het is gewoon altijd eten. Er schiet mij meteen zo'n reclame van vroeger. Ik weet niet of ze daar nu nog steeds reclame mee maken. Maar de 4 uur kuppensoep, weet je wel. Er is een hele voedingsmiddelenindustrie tak die gewoon richt op, oh jee, nou je wordt 's middags word je wel eventjes, heb je een extra beetje energie nodig? Of die reclame met Snickers volgens mij of zo. Die zijn wel heel goed, ja. Ja, die Snickers, ja, die zijn wel, je bent jezelf niet. Je bent een of andere zeikende bitch. Oh, je eet de Snickers en je bent weer jezelf. Maar het is best wel bizar dat we dus helemaal onbewust dus ook zeg maar in die filosofie worden gebrainworstje van, oh nee, nou je. Want eigenlijk is het wat je net zei, hè? Je wordt dan ziek, zwak, misselijk, hongerig als je dan niet eet. Ja, en het is volgens mij nog helemaal niet, ik weet niet precies hoe lang geleden, maar ik zeg altijd iets van 50 jaar geleden. Als ik kijk naar mijn opa en oma bijvoorbeeld, dat soort dingen. Toen aten we gewoon 3 keer per dag en was er in de tussentijd gewoon niks. Honderden jaren daarvoor hadden we 's ochtends geen eten en gingen we gewoon pas eten als we wat hadden. Maar inderdaad, het is natuurlijk heel slim als je een product hebt, een pijnenburger, een liga, een kuppensoep. Ja, dan moet je wel ergens een moment marketen waarop je dat dan moet gaan eten. En dan ontstaat een tussendoortje. Wat natuurlijk super slim is, want daar kan je veel geld mee verdienen. Maar ja, of we het nou echt nodig hebben, dat is natuurlijk niet,
niet zo. Eigenlijk zou er een reclame moeten komen van, hey, op het moment dat je een beetje ziek, zwak, misselijk voelt, stel je niet zo aan, je hebt geen flexibiliteit meer in je systeem, zit het even uit en het komt wel goed met je. Ja. Weet je, dat zou... Dat is niet iets wat je heel goed kan maken, denk ik. Hoe lang duurt die periode van switchen ongeveer? Want als mensen dit luisteren en zien van, hey, dat, weet je, dat klinkt wel interessant. Ik zou het eens willen proberen. Nou, dat is natuurlijk nog wel weer ook afhankelijk van wat je inhoudelijk eet. Hè? Maar wat ik al zei, als je in de basis brood, rijst, pasta, dat soort dingen minder gaat eten. Dus stel je komt bijvoorbeeld al van een paleo-achtige lifestyle, waar ik zeker voorstander van ben. Of je bent dat, ja, je gaat dat net doen. Dan heeft het intermittent fasten gemiddeld genomen een weekje, anderhalf week of zo. Dat mensen dan zeggen van, wow, ik heb even één of twee mensen gehad dat ik dacht, ik ben een heel klein beetje dizzy. Maar ik zeg sowieso altijd tegen mensen als ze het gaan doen van, hey, zorg dat je toch in de eerste paar keer een handje noten of fruit of dat je iets bij hebt. Gewoon mocht het zo zijn dat je denkt, ik word zo dizzy, want soms zijn mensen daar veel gevoeliger voor, dat je in ieder geval ook het vertrouwen hebt van, nee, ik heb er iets bij me, ik kan wel iets eten. Dat is natuurlijk niet optimaal dan, maar ik wil mensen altijd wel een stukje veiligheid meegeven, hè, dat ze niet het idee hebben van, oh wow, nou ga ik echt flauw vallen. Ja. Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar je zal maar net die persoon treffen. Maar ja, er zijn 99% van de mensen die zeggen binnen een week, god, ik had echt gedacht dat het onmogelijk was. Maar het gaat zo makkelijk. Dat is echt de grote lijn van de mensen die dat zeggen. En je zegt dan 16 uur. Want als je dan om 6 uur, nou, stel dat je om 7 uur klaar bent met eten. Dan eet je dus pas om 11 uur, 12 uur. Even denken. Ja, daar ergens, ja. Ja, nou, dat valt dus eigenlijk best wel mee. Want het is dus inderdaad alleen je ontbijt overslaan. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die denken, ja, maar ik kan echt niet zonder mijn snack 's avonds bij de televisie of zo. Ja. Ja. Wat adviseer je die dan? Nou ja. In televisie kijken. Daar heb ik natuurlijk zelf ook last van. Hè. Iedereen is menselijk. Ik vind ook gewoon, af en toe moet je daar ook gewoon lekker aan toegeven. Je moet het ook gewoon soms gewoon lekker doen. Yeah. Maar ja, ik realiseer mezelf heel sterk. En er zijn natuurlijk heel veel mensen, het is gewoon een bad gedrag. Je hebt jezelf dat aangeleerd. Van, hey, nu is het momentje van ontspanning, lekker voor de tv. Daar hoort wat lekkers bij. Ja, dat is echt niet... het hoeft niet. Maar het ligt er net aan, vaak ook, vind ik in ieder geval, als mensen echt darmklachten hebben of als mensen echt iets hebben waar ze het voor doen. En ik had laatst iemand die scoorde zichzelf op een schaal van 0 tot 10 aan vitaliteit een 3. Die had gewoon echt bijna geen energie. Ja, die wist gewoon, oké, ik ga nu investeren, ik ga mijn energie terugkrijgen. Ja, dan laat ik dat tussendoortje van zitten. Ja. Maar de gemiddelde Nederlander, die heeft niet genoeg last ergens van om te komen tot ander gedrag. Ja. En de meeste mensen helemaal niet. Denken helemaal niet zo op lange termijn dat ze denken, weet je wat, misschien is het wat gezonder op mijn 80ste of zo. Hè, daar kan nu in investeren. Die lange termijn visie is er ook bijna nooit. Dus ja, dan wordt het wel lastig om gedrag aan te passen. Ja. Daar ben ik ook geen specialist in om dat te doen. Ik leer het mezelf gewoon aan. Ik weet wat het doet, hoe gezond het is. Ik voel me daar daadwerkelijk heel veel beter bij. Dus in de grote lijn doe ik het gewoon niet. Ik denk er ook niet eens meer over na. En natuurlijk in het weekend doe ik het vaker wel. Maar het is echt een dingetje van gedrag. En voeding kan natuurlijk enorm verslavend zijn. Je kan er enorm emotioneel aan gehecht zijn ook. Ja, ik moet meteen denken aan een vraag die ik aan Jan Geurts ook stelde. Het ging over meditatie en joggen en gewaarzijn. En zo van, dat stukje gedragsverandering. En hij zei eigenlijk precies hetzelfde als wat jij zei. Van als de pijn niet groot genoeg is, dan veranderen we niet. Nee. Dus als mensen dit interessant vinden, zou ik zal het linkje naar die aflevering van Jan ook hieronder zetten. En ook dat stukje, ja, weet je, voeding is ook een emotioneel, of voeding is meer, hè, dan dat. Dat stukje verslaving misschien. Of daar heb ik het met Marinka ook over gehad. Dat is ook een eating psychology coach. Dus ik denk dat wel interessante afleveringen zijn dan ook te gaan luisteren. Ja, jeetje joh, we zitten al gewoon bijna op een uur. En eigenlijk... Oh ja, is het al zover? Ja. Oh, wauw, jeetje. Ja. Nou, misschien nog wel één leuke om aan te stippen. Dat is, je zei van, ja, mensen komen bijna niet bij mij voor afvallen. Nou, ik weet dat het in ieder geval op een soort van
oppervlakkige doelstelling dat heel veel van ons wel rondlopen met ja, vitaliteit. Weet je, ik mag ook beter, maar ik wil me ook gewoon lekker voelen in de zin van ik wil er leuk uitzien. Dus misschien kan ik wel wat, wil ik wel wat afvallen. Helpt dat intermittent fasting daar dan ook bij? Ja, dat is wel zeker zo dat werkt. Dus als mensen vragen wat ik doe, gelukkig zijn er steeds meer mensen die gewoon al weten wat ik doe. Dan zeggen ze, oh ja, ik heb echt wel heel veel moeite met afvallen. Kan je daar wat mee? Ik zei, ik kan daar wel wat mee. Ik zei, het is niet wat ik leuk vind om te doen. Mm-hmm. Ik vind het wel heel mooi dat heel veel mensen zijn die dat wel doen. Want het is echt heel dankbaar werk. Maar ja, ik vind dat zelf niet het leukst. Maar ik zeg altijd, eigenlijk op het moment dat je gaat intermittent fasten, in mijn ogen doe je dat voor je gezondheid, voor je energie en voor je darmen en voor je focus. En je kan zoveel meer energie vrijmaken dat je jezelf ook als persoon gewoon veel beter kan ontwikkelen. En je kan veel meer tijd en focus in je werk steken bijvoorbeeld. En dan is afvallen is een bijproduct. Dus wat je creëert op het moment dat je in een hoge maaltijdfrequentie eet, dan blokkeer je op dat moment het vermogen om optimaal vet te verbranden. Terwijl op het moment dat je intermittent fasten doet en je creëert de schaarste en je traint flexibiliteit, dan heb je grote delen van de dag dat je lichaam op vetlichaampjes gaat verbranden. En ja, het kan niet anders dan dat je daarvan gaat afvallen. Ja. Dus ik heb ook mensen gehad, natuurlijk is het mooiste als je dat ondersteunt met het hele plaatje, dat je daarbij sport, dat je daar dingen bij doet en dat je daar krachttraining bij doet. Dat werkt zeker nog sneller. Maar ik heb wel mensen gehad die zeiden, joh, ik wil niet trainen. Ik wandel 2 keer in de week een uurtje en ik fiets graag een stukje. Maar ik val nooit af. En die gaan intermittent vast en die vallen ook prima af. Ja. De eerste 2-3 weken, dan gaat er altijd echt 6-7 kilo af. Dat is niet per se aan vet verbranden, maar er komt ook gewoon heel veel vocht uit die darm. Alles wat die darm vasthoudt, die denkt, oh, rust. En die laat een hoop los. Dat is vaak het eerste stuk. Nou, dat weten mensen vaak al niet. Die denken dat alles wat daar zit, dat maar vet is. En dan vervolgens... Is dat een stukje bloating wat mensen kunnen ervaren? Wat je net zei, wat die darm dan loslaat? Want ze bloating, denken vaak dat... Bloating, het opgeblazen, het stuk... Ja, je voelt je opgeblazen, maar volgens mij is dat vaak ook vocht, hè? Want het is niet lucht. Ja. Het is niet dat je met een berg lucht in je buik loopt. Nee, op het moment dat je echt met lucht in je buik zit, komt het er altijd al redelijk snel uit. Ja, nee, precies. Dus die bloating, zeg maar, een beetje die bolle buik. Soms heb je wat plattere buiken, soms die wat boller. Is dat, wat is het, misschien ook vocht wat die darmen dan vasthouden? Ja, dat is inderdaad het vasthouden van vocht. Hmm. Bij sommige mensen zie je dat heel gedetailleerd. Vaak bij oudere mannen zie je dat heel vaak. Die hebben dan zo'n heel strak gesponnen ronde buik. En die zeggen dan, ja, dat is mijn bierbuik. Hè? Ja. En ze denken dan ook echt dat het vet is. Maar je kan het echt amper pakken. En dan is die darm gewoon opgeblazen. En blazen is dan niet helemaal, dat suggereert lucht. Maar dat is dan inderdaad, dat zit gewoon heel veel vast met vocht. Ah. En ik heb wel eens een oudere man gehad, die treft dan niet zo heel vaak hoor. Dat een man op die leeftijd, 70, 75, nog zegt, nou weet je wat, ik ga eens naar je luisteren. Want die zijn vaak wel, die denken, oh, dan mag ik niet meer in de kroeg mijn biertje doen. En dat zijn toch wel veel van die mannetjes die dat wel heel fijn vinden. Maar ik heb een keer een man gehad die in 2 weken, ik weet niet meer wat het was, 10 centimeter buikomvang of zo kwijtraakte. Maar in vetpercentage uiteindelijk maar mate verwaarloosd. Dat was natuurlijk helemaal niks. Maar die buik, die zag je gewoon echt van zo'n bolle buik, die zag je gewoon bijna elke dag slinken. Dat is ook niet bij iedereen natuurlijk, maar dat was wel echt een heel duidelijk effect. Dat gewoon als je die darmen tegemoet komt, dat die zeggen, oké, wat we nu allemaal vast hebben gehouden, daar kunnen we nu alweer lozen. Ja. Wow, ja. Oh, super interessant. Dat wist ik ook niet. Dus ja, thanks. Hey. Ja, graag gedaan. Over het intermittent fasten, want ik doe dat ook regelmatig. En het is best wel grappig, want ik word dan echt met honger wakker. En dan denk ik echt van, oh yes, zo meteen ontbijten. En ik merk als ik dat dan niet doe, gewoon mijn koffie drink, dat ook wel weer weg-appt. Vooral als je gewoon... Ja, ik moet dan niet gaan focussen op dat gevoel, maar gewoon lekker, weet je, gaan werken. Je doet je ding, de dag begint. Maar wat ik heb wel vaak dat je meer speeksel hebt of zo. Een beetje zo'n weeig gevoel in mijn buik of in mijn maag. Maagslokdarm, zeg maar. Aan de bovenkant van mijn lijf. Kan ik daar iets tegen doen? Of heb je dat wel eens gehoord, dat mensen daar last van hebben? Of misschien is dat gewoon niet gerelateerd, dat kan natuurlijk ook.
Nee. Nou ja, ik denk wel dat het wel gerelateerd is als je dat zo ervaart wel. Want dat klopt vaak wel, dat het er dan wel mee te maken heeft. Ik heb het nog niet zo vaak zo specifiek gehoord. Wat dus wel gewoon kan, een beetje zo'n dat... beetje weeg gevoel in je maag, weet je, een darmen. Ik weet niet of dat is gewoon omdat ze leeg zijn, dat je dat dan niet gewend bent, maar... Nou ja, dat zou natuurlijk kunnen. Want je zei ook dat je iets meer gevoel, dat je wat meer speeksel dan produceert. Yeah. Ja. Kijk, maar het eerste waar ik dan inderdaad aan denk, is op het moment dat je een tijdje intermittent vast en dan weer niet en dan weer wel, hè, dat je dat af en toe eens inzet. Yeah. Dat is natuurlijk ook al heel goed. Dat je lichaam dan toch die gewoonte vasthoudt. Van hé, er komt ontbijt. Hè? Want eens in de zoveel tijd komt er wel een tijdje een ontbijt. Yeah. En de tijd dat het niet komt, kan ik me goed voorstellen dat je lichaam gewoon 's ochtends, omdat je wel in een redelijk vast ochtendritme zit, hè, qua tijd dat je wakker wordt, dat je lichaam ook gewoon weet dat het komt en al begint voor te bereiden. En dat het toch al speeksel produceert en zo, dat het denkt van oké, voilà, er komt eten. Ja, dus het is eigenlijk gewoon omdat ik het af en toe wel doe, af en toe niet. Ik doe dan periodes wel, of soms een dag wel, dag niet. En soms een paar dagen wel, of soms een week wel. En dan ook weer 2 weken niet. Heeft dat te maken met, mijn lichaam is op trainingskamp. Dat is het meest logische wat ik me kan voorstellen. Wat dan in de praktijk wel zo moet zijn, want dat moet dan natuurlijk ook kloppen. Ja. Op het moment dat je bijvoorbeeld dan een week of misschien wel 2 weken lang wel echt intermittent vast en je slaat echt een aantal keer het ontbijt over, dat dan in de loop van die tijd dat het dan wel steeds een beetje beter wordt. Hè? Dus dan moet je lichaam daar wel een bepaalde getraindheid van ervaren. Als dat niet zo is, dan kan dat nog, dan kan dat nog tal van andere dingen zijn, denk ik. Nou, dat is wel goed. Ik denk dat ik dat gewoon eens een keer een maand of zo. Want hoe lang zou je adviseren van, hey, stel dat je dat wil gaan doen en ik doe het nu dan, wat ik zeg, wel een beetje op gevoel, soms wel, soms niet. Bijvoorbeeld gisteren werd ik wakker en dacht, nee, ik ga nu toch wel eten. Terwijl misschien is dat dan eigenlijk niet zo verstandig. Niet verstandig, maar... Hoe lang zou je dat achter elkaar moeten doen als je dat gewoon een eerste keer zou willen proberen? Nou, ik creëer zelf altijd bij de mensen een heel duidelijk tijdsbestek van 4 weken. Van hey, in 4 weken ga je echt even eten volgens deze lijst en even in deze maaltijdsfrequentie. Dus wat ik zei, dat je ongeveer 4 dagen per week gewoon 3 maaltijden netjes eet, dus ook ontbijt. En dat je dan andere 3 dagen ervoor zorgt. Dat je in de ochtend nuchter bent. Hè? Dus dat je dat ontbijt overslaat. Dat is eigenlijk een beetje mijn basisaanpak voor de gemiddelde persoon. Okay. Bij top- en motorwijk is dat vaak net iets anders. Hè? Dus je kan daar een beetje mee schipperen. En dan zeg je, doe dat even voor 4 weken. En je ziet na die 4 weken dat een aantal mensen, waaronder ik zelf, denk van, hey, ik wil eigenlijk gewoon niet meer ontbijten. Het lichaam gaat het echt tegenstaan om niet meer te ontbijten. Ik ontbijt eigenlijk zelf nooit. Gisteren wel was ik bij mijn schoonouders en dan lekkere broodjes, hagelslag en zo. Daar kan ik echt van genieten. Dat is ook echt even mijn dingetje dan. Hè. Dat vind ik echt lekker. Als ik dan goed in mijn vel zit verder, ik heb er dan ook helemaal geen last van. Hè. Het is echt niet dat je lichaam dan direct dicht slaat. Maar er zijn ook mensen die zeggen van, dit past wel. Hè. Die 3 keer, dat voelt goed. Maar je kan daar dus allerlei variaties in toepassen. En er is niet per se een goed of fout. Dat laat onderzoek ook zien. Je hoeft niet in een bepaalde cyclus per se. Je moet in ieder geval zorgen dat je je calorieën binnenkrijgt. Dus dat je je goed voelt. Dat kan soms ook zijn tussen... Er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld tussen 12 en 6 eten. Dus die zichzelf op de dag vanaf de middag tot en met 6 uur... daar gaan ze alles eten en daarbuiten niet. Vanuit daar verschilt het nog weer heel erg wat mensen dan fijn vinden. Maar intuïtief, bij de vorige cursus ook had ik een man. Die ging dat doen. Dag 1 en 2 was en dan 5 weken daarna was dag 3 en 4. En die was het zelf gaan toepassen. En het eerste wat hij vroeg toen hij binnenkwam voordat het cursus begon was, die zei, oh Timo, wil je mij een soort van goedkeuring geven om niet meer te ontbijten? En zei, dat voelt zo goed. En toen zei ik, nou, dan hoor jij in mijn categorie. Ik zei, ja, jij bent dus inderdaad blijkbaar geen ontbijter. Ja, die viel inderdaad ook als de vleet af, heel veel energie. Maar er waren inderdaad ook mensen die zeiden, nou, dit voelt wel goed. En er waren ook mensen die zeiden, ja, ik mis mijn ontbijt nog wel. En dan is het ook soms een stukje nog langer trainen, hè, dat je lichaam dat niet meer nodig heeft, die prikkel, echt die eetprikkel. En zo heb je dus daarvoor ook verschillende cycli eigenlijk om maaltijden te eten. Maar ik hang het liefst nooit op aan een cycli, het moet goed voelen. Ja. En dat meestal gaan mensen op hun gevoel wel
de juiste keuze maken wat bij ze past. En dan kan je prima een paar keer in de week ontbijten. Het is niet dat ontbijt in één keer slecht is. Maar een aantal keer per week. Ik heb toch het liefst altijd dat mensen echt wel drie keer per week langer dan 16 uur niks eten. Dat is wel een beetje de. Ja. Oké. Hey, en ik was aan het meeschrijven. Je zei die zes domeinen die jij bekijkt, die dan je energie, waar we mee begonnen, die je energie bepalen. Dus voeding hebben we het over gehad. Nou, we hebben de andere niet echt besproken, maar voeding, slaap, stress, immuunsysteem, ademhaling. Ik miste er één. Heb ik niet goed onthouden. Wat is die nummer zes? Voeding, stress. Zo kan ik hem nooit zo goed terughalen. Training waarschijnlijk. Trainen. Ja. Ja. Ik heb dan het domein geen trainen genoemd, maar bewegen. Oh, ja. Dat vindt de personal trainer natuurlijk gigantisch smerig. maar onder bewegen valt natuurlijk ook trainen. Maar niet iedereen die ik begeleid is een fitnessbeest en hoeft dat ook niet te worden. En ik vind ook niet dat iedereen dat moet. dus daarom heb ik het domein bewegen genoemd. Zodat het klopt. Want ja, je hoeft niet allemaal Het snot voor je ogen te trainen 5 keer in de week om vitaal en gezond te, of om je vitaal en gezond te ervaren natuurlijk. Ja. Maar dat is inderdaad het zesde domein. Ja. Hey, en jij geeft hier cursussen over en je begeleidt mensen individueel, klopt dat? Ja. Dus als mensen daar meer over willen of die je precies van hey, het triggert wat of ik heb misschien darmklachten, hoe kunnen ze jou, waar kunnen ze jou vinden, bereiken? Nou, ik split dat altijd inderdaad in tweeën. Dat gaat natuurlijk nooit helemaal, maar dat is wel de algemene lijn. Als mensen zelf klachten hebben en ze hebben zoiets van dan mag nog wel een keer iemand naar kijken. Doe ik dat eigenlijk altijd onder de noemer van het FIFIP. Dus FIFIP.nl. Dat doe ik samen met mijn compagnon Sjoerd. Hebben we hetzelfde zes domeinen model. Met waar nodig nog een heel mooi stuk coaching wat daar heel goed op kan aansluiten om individuele echt te begeleiden. Daar hebben we bepaalde trajecten voor. En het stukje voor de professionals, dus de fysiotherapeut, de personal trainer, crossfit trainer, diëtist, laatste keer een psycholoog ook, dat was ook wel weer heel leuk. Die komen dan echt voor de cursussen en dat is via Physis Academy. Volgend weekend mag ik er weer een geven. Dan sta ik weer 2 dagen lang te stuiteren voor de groep. dus dat zijn zeg maar de twee verschillende dingen. De ene is op de leek en de andere is op de professional. Oké, tof. Ik zal zorgen dat de show notes, dat de linkjes erbij komen te staan. Ja, toppie. Ja, top. Super, ja, ik ben weer extra gemotiveerd, geïnspireerd om in ieder geval mijn intermittent fasting protocol wat even wat aan te scherpen. Ja, ik merk zelf dat het echt je energie en je focus onwijs verscherpt. En ik zie ook een hele duidelijke impact op mijn lichaamscompositie. En dat hele stukje van dat vocht / opgeblazen in je buik. Denk ik, ja, dat is inderdaad wat er bij mij gebeurt. Maar ik had me er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan dat daarmee te maken. Ik dacht altijd dat het iets was in een bepaald soort voedingsstof. Maar ik denk nu dat het niet of gluten of whatever is, maar dat het gewoon puur dat is. Dat die darmen gewoon even rust willen hebben en dus daarna alles los gaan laten. Want het effect is bij mij is best wel groot. Ja. Ja, dat is wel een eye-opener. Dus dankjewel daarvoor. Ja, gedaan. Ja. Wat je daarvoor ziet is wel een goede. Dat is wel een heel interessant dingetje nog om even kort te vertellen. Je ziet inderdaad vaak dat mensen met prikkeldarmsyndroom wel een soort van intolerant zijn tegen bepaalde producten. Het is niet een echte allergie dat het helemaal dicht slaat, maar wel dat ze merken van, als ik dat eet, dan triggert dat. En dan zetten ze dat eigenlijk op een lijst van, dan ga ik nooit meer eten. Terwijl op het moment, dat vind ik altijd heel interessant, als mensen een bepaalde tijd intermittent vasten, dus dat echt voor een periode doen, en ze gaan die producten die ze eigenlijk op die lijst hadden gezet, waar ze niet goed op reageren, gaan ze toch weer een beetje terugnemen. Dan merken ze dat ze daar eigenlijk helemaal niet meer zo op reageren. Ja. Omdat de darm bepaalt ook waar je tolerant tegen bent en niet. En wat voor reactie je daarop hebt. En dan kan het wel zo zijn dat je tijdelijk ergens niet tegen kan. Maar als je darm gewoon heel goed georganiseerd is, dat je in bepaalde mate prima tegen bepaalde producten. Dat is echt een gigantische takeaway. Want er zijn zoveel mensen die ik eet dat nooit meer, want dan voel ik me X, Y, Z. Terwijl ik zeg van, hey, gun die darm gewoon af en toe regelmatig rust. Met dat PPIR wat jij noemde, dus dat die kleine ontstekingsreactie, dan wordt die beter georganiseerd.
En ik merk dan van ja, nu kan ik eigenlijk gewoon alles eten. En als het gaat over, want je zei, ik ben niet de beste in het stukje, het aanleren van dat veranderend gedrag. Als het gaat over mindset, het is veel makkelijker om te beseffen, ik mag alles eten. Met af en toe maaltijden overslaan, wat langer nuchter zijn. Dat is makkelijker. Veel makkelijker, want daar heb je eigenlijk geen wilskracht voor nodig. Dan te zeggen van, oké, ik ga wel ik eet gewoon, maar voedingsstof X, Y, Z mag ik nooit meer. Want vaak, weet je wel, suiker. Want ik merk ook wel dat mijn darmen reageren op als ik te veel suiker heb gegeten bijvoorbeeld. Maar, weet je wel, of nooit meer tarwe, of nooit meer gluten. Dat is hartstikke restrictief in je voeding zelf. En het is veel fijner om gewoon te zeggen, ik eet alles, alleen ik eet gewoon minder vaak. Voor mij althans, maar misschien is het ook wel persoonlijk, merk ik dat geeft zoveel meer rust. Want dan hoef je niet spastisch te doen rondom je eten. En dan pak je het gewoon op die manier aan. Ja. Ik zou willen dat ik dat eerder had geweten, gewoon, maar goed. Ja, maar het maakt ook wel een stuk. Dat geeft ook een stuk meer plezier vaak voor mensen. Precies, want eten is ook gewoon fun, weet je wel. Je wil ook gewoon tuurlijk, je wil je gezondheid optimaal hebben en alle micronutriënten binnen hebben. Maar je wil ook gewoon lol en ijs en pizza, weet je. En vooral als je ik was van de week in Londen van het weekend. En dan gewoon gezellig samen een pizza delen, weet je wel. En we liepen langs een het chocoladebonbon Walhalla, waar ze allemaal zelfgemaakte chocoladebonbons en zo hadden. Van die lange tafels, die kon je langslopen en kon je zelf je eigen zakje vullen. En dat is helemaal hip, echt in Shoreditch, hartstikke hip. Dan wil je dat ook gewoon doen en ervan genieten. Ik kan me niet voorstellen dat ik daar loop van, maar er zit dat in, dus dat mag ik niet, weet je wel. Of die pizza is leuk, maar hebben ze ook iets wat paleo-proof is? Op die manier, dat geeft zoveel plezier en vrijheid en rust. Terwijl ik dan toch weet van, maar ik heb een andere manier om mijn darmen en mijn lijf, zeg maar, ook tevreden te houden. Ja, dat is wel fijn hoor. Zelfs bij echte pathologie, hè, dus bijvoorbeeld de ziekte van Crohn, waar meerdere mensen mee begeleid. Die zeggen dan natuurlijk niet direct na 4 weken van, oh, ik kan nu veel meer eten. Maar ik heb bijvoorbeeld een keer een man gehad, ziekte van Crohn, echt heel veel last, heel weinig energie, heel veel darmklachten. Die zei ook, als ik nu met vrienden ga borrelen, hij zei, ik neem Spa Blauw. Hij zei, want 1 bitterbal en 1 biertje en ik heb gewoon 2 dagen lang totaal last van mijn darmen. Daar gaat echt helemaal nergens over. Daarmee begeleid. En dat ging bij hem super goed in die eerste 4 weken. Zo energiek, zoveel afgevallen, voelde zich helemaal top. Is dus nu ook zo dat zijn bloedwaardes en ontlastingwaardes bij de specialist gewoon bijna niks meer uitwijzen. Op dit moment in ieder geval. Al een jaar of zo. En die zegt van, als ik dus nu een avond borrel. Hij zei, dan kan ik prima een aantal bitterballen en een aantal biertjes. En als ik dan de volgende ochtend maar gewoon even nuchter ben. Ik ga ook even nuchter een stukje hardlopen of zo. Hij zei, ik gewoon nergens last van. Ja. Weet je? En dat voor hem ook, zelfs met een echte pathologie, echt met een probleem. Hij houdt zijn energie helemaal goed. Hij kan dus eens in de, 2 weken, maand, kan hij gewoon echt even lekker uit de band springen. Hij kan er dus ook echt van genieten. Ja. En dat is dan nog het belangrijkste. En hij weet ook van, ik moet dan de volgende dag even een beetje opletten. Dus ik moet even niet gaan ontbijten en ik moet eventjes gaan rennen, even zweten en even wat doen. Maar dan ben ik er weer. Ja. En dat geeft natuurlijk voor zo iemand ook weer de mogelijkheid om van dat soort dingen te genieten. Ja, een levensvreugde en kwaliteit van leven. Ja. Want vitaliteit is natuurlijk ook gewoon kwaliteit van leven. Ja, heel erg. Heel erg. Dus dat zijn gewoon hele gave dingen. Dat zelfs op dat soort structurele aandoeningen, dat gewoon echt kan. Dat is wel echt heel gaaf. Ja. Top. Nou, mooi. Timo, dankjewel. Voor deze... Ja, we hebben de tijd goed weten te vullen. Ja, we kunnen nog over slaapstress. Misschien moeten we hebben nu vooral over voeding gehad. Misschien moeten we maar gewoon wat podcasts inplannen voor elk van de andere domeinen nog. Ja, dat je daar wat tips over kan geven. Weet je wat? Dat gaan we gewoon doen. Ja, cool. Dat is super interessant. Dus dankjewel. En tot de volgende keer dan. Ja, graag gedaan. Superleuk om te gast te zijn in je podcast.